degene hier helemaal rechts van mij. Hij is choreograaf. We hebben hem er straks al aan het werk gezien. En hij is verantwoordelijk voor de begeleiding van de Miss Nederlands-Limburgse kandidaten bij RMS Dance Events, de zusterfirma van Models Inc. in de Netherlands. Hij is danser, choreograaf, heeft al met de grootste samengewerkt. Denken we maar aan onze Belgische Stromae, Ferry Karstens en zo verder. En binnenkort, heeft hij mij straks verteld, vers van de pers, zal hij te zien zijn opnieuw in het Dance, Dance, Dance programma op RTL 4. En hij heeft mij beloofd dat hij een aantal missen gaat meenemen daar naartoe. Dames en heren, Marvin Haar. Naast hem zit een charmante dame die ik al heel wat jaren ken ook. En haar man die houdt haar goed in het oog, want die staat vlak achter haar. En hij filmt altijd alle verkiezingen hier. En hij brengt daar uitgebreid verslag over uit. Straks ga je ook alle foto's hier te zien krijgen of de filmpjes te zien krijgen. En dan moet je gewoon surfen naar www.welovemrs.be. Dat is Johan Baldewijs, hij zit daar achter zijn camera. Hallo Johan, ook altijd van de partij, al die jaren al. Maar natuurlijk, als je er achter een camera zit, dan kan je moeilijk gaan punten geven of jureren. Dus daarom heeft hij dat aan zijn lieve vrouw Paula Koervoort gevraagd. Ja, onze volgende kandidaat. Oh, ik spreek mij anders met al die kandidaten en die vrouwen daarachter. Als volgend jurylid, moet ik zeggen, dat is een nieuwsjager. Die gaat eigenlijk altijd achter de laatste nieuwsjes aan, of dat het nu over missen gaat of over andere dingen. Maar dat is zijn hobby, zijn vrije tijd, zal ik zeggen. Als beroep is hij attaché bij de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken. Dames en heren, David Stulens. En naast hem zit ook een dame die ik ook al heel wat jaren ken. Ze is een klein beetje de rechterhand, maar ook vaak de linkerhand van mevrouw Jocelyn Panus bij Models Inc. International. We zien ze ook vaak op de catwalk. Ze is ooit gekozen tot Lady Mannequin. Het jaar ontsnapt me nu, maar dat was niet zo lang geleden. Dat was een jaar of 2 geleden. Zij gaat zoals gewoonlijk alles in goede banen leiden ook. Zij is ook verantwoordelijk voor de Belgische kandidaten voor de catwalk trainingen en zo verder en ook voor de finale hier. En sinds kort is zij de nationale directrice van Elite Beauty Queen, zowel voor Europa, maar ook voor Azië en voor Nederland. Dames en heren, mevrouw Vicky Sagan. En dan ga ik helemaal links van mij. Daar zit een dame waar we al heel wat van gezien hebben en heel wat mooie dingen gezien hebben. Ze is namelijk de zaakvoerster van die mooie boutique Dansé in Schempenheuvel. Dames en heren, Petra Smulders. En dan een dame die alles afweet van verzorging, van hondenverzorging en zo verder. Ze is directrice van Hond- en Voedexpertisecentrum. Dames en heren, Annalien Garcia. En die jonge man naast haar, die weet als geen ander hoe het is om op een catwalk te staan. Hij werd vorig jaar verkozen, beter gezegd, tot Mr. Limburg Internationaal. Een verkiezing die trouwens dit jaar doorgaat op 18 mei in de Ritmo Dance Studios in Hasselt. Dus als er hier jongens bij zijn die zeggen van wel, ik wil mijn kans ook wel eens wagen. 18 mei is het te doen. Inschrijven dat doe je via de website van Models Inc. International. Naast de huidige Mr. Limburg Internationaal, dames en heren, Jenny Martens. En dan in het midden van ons jurypanel een man waar ik een beetje jaloers ben op zijn jasje. Mag ik het straks eens lenen van jou? Oké, top.
Hij is zaakvoerder van EMP Construct. Dat is een firma die gespecialiseerd is in industriële bouwprojecten, maar wel veel meer, maar daar ga ik straks iets meer over vertellen. Maar zijn taak hier vanavond, dat is om voorzitter te zijn van de jury en te zorgen dat die punten straks heel nauwkeurig geteld worden en heel snel geteld worden, hoop ik. Dames en heren, voorzitter van de jury, Frank Ergens. Zo, die jury die hebben we gehad.